Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Livera. Op het kopje ontvangt Bloemendaal de nummer 9 van de ranglijst Kampong, dat zesde staat. De eerste wedstrijd eerder dit seizoen eindigt in Utrecht in een 3-2 overwinning voor Bloemendaal. Dat was een enorme verrassing voor de ploeg van coach Jeroen Visser. Kampong dus belust op revanche voor die nederlaag eerder dit seizoen. Dit is Bloemendaal evenwel in de aanval in het eerste kwart. Maar de redding is prima van de Ierse doelvrouwen bij Kampong, Aisha McFerrin. Zij redt tot twee keer toe en behoedt Kampong dus voor een snelle achterstand. Hier nog een keer die redding van McFerrin. Uitstekend gedaan door die Ierse keepster van Kampong. Dan Kampong in de aanval. Krijgt hier een strafcorner. Dat is allemaal in het eerste kwart. Daar hebben ze een specialist voor. Het is René van Laarhoven. Zij pusht de bal onberispelijk achter keepster Diana Beemster. En brengt Kampong zo in het eerste kwart aan de leiding. Het is 1-0 voor de ploeg uit Utrecht. Goeie goal van Van Laarhoven. Keepster Beemster ging daar niet helemaal vrij uit bij die strafcorner. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Ruststand dus 1-0 voor Kampong in Bloemendaal. Strafcorner voor Bloemendaal. Dat allemaal in de tweede helft. Wordt niet goed gestopt. Uiteindelijk komt die bal terug in de cirkel. Komt terecht bij aangeefster Lisa Gerritsen. En die profiteert onmiddellijk en scoort de 2-0 voor Kampong. Attent gereageerd van Lisa Gerritsen. Het is haar 8e treffer van dit seizoen. Hier nog die slechte stop. Uiteindelijk komt die bal weer terug in de cirkel. En Lisa Gerritsen blijft daar heel goed wachten. En krijgt die bal dus voor haar stik. En passeert keepster Beemster voor de tweede keer. 2-0 voor Kampong dus. Een paar minuten later. Goede aanval van Kampong. Uiteindelijk wordt de bal hoog weggewerkt door keepster Beemster. Dat is gevaarlijk spel. Dus een strafcorner voor Kampong. Wederom een strafcorner dus. En kijken of die dit keer wel goed gestopt wordt. Stop is inderdaad prima. Maar het is een variant terug op de aangeefster Gerritsen. En die scoort haar tweede van de middag. En brengt Kampong op 3-0. Uitstekende goal van deze Gerritsen. Maar een prima variant op deze strafcorner. Geen rechtstreekse push. Maar een afschuif op de aangeefster. Altijd dodelijk. En Gerritsen scoort de 3-0. Haar 9e van het seizoen. En daarmee wint Kampong deze wedstrijd in Bloemendaal. Met 3-0. Blijft op de 6e plaats. En Bloemendaal blijft 9e op de veilige plaats op de ranglijst. Oranje-rood neemt het thuis op tegen Laren. De nummer 10 van de ranglijst. Teleurstellend voor de ploeg van Laren. Maxime Kerstholt is al het hele seizoen niet bij Laren. En ook Lisanne de Lange ontbreekt vandaag tegen Oranje-rood. Dat in de beginfase een strafcorner krijgt. Wordt een tip in, maar de rebound is daar prima verzorgd door Manuela Urus uit Chili. De bedoeling was de tip in, wordt nog gered in eerste instantie. Maar uiteindelijk is het heel attent gereageerd van Urus, een speelster uit Chili van Oranje-rood. Die de ploeg van coach Tina Bachman op een 1-0 voorsprong brengt. Dan krijgt Laren nog een kans via een strafcorner, allemaal in die eerste helft. Maar een goede redding van Rachelle de Groot in het doel van Oranje-rood. En zo blijft het 1-0 voor Oranje-Rood dat wederom een strafcorner krijgt. Weer een variant, maar prima gestopt van keepster Adank. Dit is Freke Moes, een van de uitblinksters van Oranje-Rood. Die er een prima kans krijgt op de 2-0. Draait goed weg in de cirkel naar haar backhand. Maar de redding is prima van Adank. En zo blijft het 1-0. Een magere voorsprong voor Oranje-Rood dat veruit de betere ploeg was. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Klaartje de Bruin gaat goed door over de achterlijn. Uiteindelijk komt de bal terecht bij Laura Marel. Die krijgt hem in eerste instantie er niet in. Maar in tweede instantie wel. Want Ribacha, de Poolse verdedigster van Oranje-Rood, wil hem wegwerken. Maar dat gaat heel ongelukkig via de stick van Marel. Die in eerste instantie de paal raakt. Maar uiteindelijk in tweede instantie de gelijkmaker scoort. 1-1 dus. Maar nauwelijks twee minuten later. Teerser komen, de goede actie in de cirkel. Bal komt voor, redding van Adank. Uiteindelijk is het de jeugdige Daphne Nichols die daar prima reageert. En de bal in de touwen flatst. En zo Oranje-Rood op een 2-1 voorsprong brengt. En die voorsprong zou Oranje-Rood niet meer uit handen geven. Oranje-Rood wint met 2-1 van Laren. Met een winnende goal van Daphne Nichols. Eerder kwamen Victoria en Pinoquet elkaar tegen op het hoogste niveau. En alleen de eerste ontmoeting leverde punten, 3 zelfs, op voor de Rotterdammers. In Kralingen dus opnieuw een bezoek vandaag van Pinoquet aan Victoria. De nummer 11 van de huidige rangschikking. Pinoquet krijgt hier vroeg in de wedstrijd een corner. Komt goed uit de startblokken vandaag. En die corner levert ook meteen een treffer op. Hier Sian Keil met de doeltreffende variant. Haar 5e alweer van het seizoen. Is daarmee een van de beste schutters van Pinoquet.
Hier die variant. Keeper Klunder in het doel. Kan er vrij weinig aan doen, maar hij is prachtig uitgespeeld. Goeie goal van Sian Keil. En Pinoquet krijgt het dan op de heupen, want dit is een minuut later. Een volgende aanval die hier voor de stik van Steensma belandt. Maria Steensma met nummer 2. Nou, dan kijkt Victoria na 5 minuten al tegen een 2-0 achterstand aan. Een valse start dus voor de ploeg van Lennart Pajot in 2020. Hier die bal in het lege doel gewerkt door de voormalig jeugdspeelster van HDM, Maria Steensma. Victoria moet het in de rest van het seizoen overigens doen zonder Janneke van Leeuwen. De routinier scheurde de Achillespees. En ontbreekt daardoor vandaag en dus de rest van de wedstrijden van deze competitie. Hier een corner voor Victoria. Nog steeds in die beginfase. En die levert ook een treffer op. Ja. Doelpuntenfestijn vandaag in de beginfase bij Victoria Pinoquet. Het is Veerle Lubbers die je maakt. De 2-1. Al na 10 minuten. Hier die treffer van Lubbers, die er met de stick nog aardig aankomt. Pinoquet de laatste 4 keer verloren voor de winterstop. Kon dus wel een succesje gebruiken. Kon die winterstop, kan dus als geroepen. Voor de formatie van Daan Sabel. En hier opnieuw een strafcorner. En ook deze gaat erin. Het is Sterre Deetman die je maakt. Dat is mooi voor haar. Ze was er zo lang uit met blessureleed. Eerst een hernia, daarna een bovenbeenspier gescheurd. En nu dus helemaal weer van de partij. Pinoquet dus op rozen. Deze wedstrijd die op papier ook gewonnen moet worden. En zelfs uitloopt naar 4-1. Dat gebeurt in de 28e minuut. Steensma is het opnieuw. Ja, tot vandaag scoren ze pas 1 keer. En nu loopt de teller op naar 3. Loopt hier juichend weg met nummer 7. Het slotakkoord is echter voor Victoria. Dat nog iets terug gaat doen in die tweede helft. Waarin er verder vrij weinig gebeurde. Is hier een kans voor de Rotterdammers. En die wordt tot doelpunt gepromoveerd door Danielle Jordan. En dankzij haar raken treffer in het inmiddels regenachtige Rotterdam. En het wedstrijd tussen Victoria en Pinoquet in 2 tegen 4. Den Bosch in de zwarte shirts ontvangt op eigen veld aan de Oosterplas HDM. Den Bosch is koploper, krijgt hier een kans in de beginfase van de wedstrijd. Maar de redding is van Julia Remmerswaal van HDM. Dat staat 8e in de competitie. Prima redding van Remmerswaal en Lieke Hulsen wil daar wel een strafcorner wegens gevaarlijk spel. De scheidsrechter vindt van niet. Goede redding met de stick van Remmerswaal. Blijft het 0-0 in die openingsfase. Maar in de 4e minuut, dit moment, mag Go van Geffen met de backhand. En de ongelukkige Anke Sanders werkt die bal achter haar eigen keepster Remmerswaal. En zo is het 1-0 voor Den Bosch. En van Geffen krijgt natuurlijk die treffer op haar naam. Want zij was de laatste Den Bosch speelster die bal raakte in de cirkel. Eigen doelpunt kennen we niet in het hockey. Dus Anke Sanders krijgt niet die treffer op haar naam. Maar van Geffen zorgt voor de 1-0 voorsprong voor Den Bosch. Maar 10 minuten later is het alweer gelijk. Want Nina van der Marel profiteert hier van een missertje in de verdediging van Den Bosch. En tikt die bal bij de tweede paal achter keepster Georgine Koning. Goeie actie van Van der Marel. Attent gereageerd. En zo is het 1-1. Dan weer HDM. Dat met Pien van Es hier een kans krijgt op de 2-1. Maar Georgine Koning goed uit haar doel gekomen. Redt die inzet van Van Es met de stick. Goed gedaan. Hier duidelijk te zien op deze herhaling. Dat Georgine Koning ver voor haar doel die bal met haar stick redt en naar de zijlijn brengt. En omdat hij zo mooi is, nog een keer. Goede redding van Georgine Koning. Een van de vele internationals van Den Bosch. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Pien Sanders gaat mee naar voren en wordt hier neergelegd door haar naamgenoot Pien van Es. En dat is een strafcorner en terechtgegeven. Want het is een behoorlijke overtreding van Van Es op Sanders. En daardoor krijgt Den Bosch een strafcorner. De kans is op de 2-1. De inzet van Sanne Kolen. Uiteindelijk is het Pien Sanders zelf die bij de tweede paal daar die bal in het doel schiet. Maar scheidsrechter Van Sloten heeft daar bij die tweede paal een overtreding gezien van de speelster van Den Bosch. Die kreeg de bal op de voeten. Vandaar dus geen geldig doelpunt en uitslaan voor HDM. Maar even later krijgt Den Bosch wederom een strafcorner. Dat allemaal zo'n kwartier voor tijd. Aangegeven door Pien Sanders. Inzet. Uiteindelijk is het Pien Sanders zelf die als aangeefster goed naar binnen loopt en die bal achter Remmerswaal prikt. En zo de 2-1 voor Den Bosch laat aantekenen. Goeie actie van Pien Sanders. Ondanks haar rentree maakte in het Nederlands elftal in de Pro League. Zij scoort de 2-1 en daarmee wint Den Bosch deze wedstrijd tegen HDM met 2-1. Blijft ongeslagen koploper, terwijl HDM op de 8e plaats blijft.
werd deze winter opnieuw gekroond tot beste speelster van de wereld. De ster van Amsterdam schittert vandaag echter door afwezigheid vanwege een kuitblessure. Zonder de goede en ook nog zonder Marijn Veen en Kimberly Thompson stak Amsterdam het bos door voor het lastige duel met Hurley. Want Hurley doet het heel aardig dit seizoen. Staat op de vijfde plek. Is dus een kandidaat voor de play-offs. Richt zich ook op plek 4 natuurlijk, Hurley. Maar Amsterdam was de betere ploeg in die beginfase. Begon ijzersterk, maar vergat te scoren in het eerste kwart. Nu een goede kans voor Felice Albers. Zij en Charlotte Vega hadden het vizier niet op scherp staan in die eerste helft. Daardoor 0-0 bij rust. Dit zijn beelden uit de tweede helft waarin Amsterdam wel op voorsprong komt. Albers maakt daar een missertje uit de eerste helft goed. Na 40 minuten de voorsprong voor Amsterdam. Maar verdiend al kwam Hurley dus het beter in de wedstrijd. In het verloop van de eerste helft. Mooie variant van Albers. Haar vijfde van dit hockeyjaar. In de voorsprong dus voor Amsterdam. Dat evenveel punten heeft als SCSC. Hurley drong dan aan in de slotfase. Ja, ze perste er nog een offensiefje uit. En Van Rempel, een doelpunt. Jasmin Geerlings was het. Tegen een notabene haar oude club. 8 minuten voor tijd met de gelijkmaker. Hier draait hij goed weg naar de backhand en door de benen van de arme keepster Anne Veenendaal. En dan de gelijkmaker, de verrassende gelijkmaker in het Amsterdamse bos. En toen braken er nog spannende minuten aan voor de toeschouwers op het terrein van Hurley. Hier een hoge bal, schermutselingen in beide cirkels. En Hurley, dat rook opeens bloed. Want ja, wat zat er nog meer in dan die 1-1? Maar ook Amsterdam ging nog aanvallen. Hier een kans voor Vega, net naast het doel van Hurley, van Van Dedem. Die mooie, lange bal op Vega, die er stikker tegenaan zet en ook wat pech heeft met die afronding. Het bleek de laatste kansen van de wedstrijd. Amsterdam vertrekt met maar 1 punt bij Hurley en heeft dus een valse start van de tweede seizoenshelft. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Livera.